in principe denken heel veel ondernemers, nou, als ik kan alle klanten helpen, dan zal ik er ook wel heel veel krijgen. Maar als je op iedereen richt, hoort niemand je. De modellenwereld. Ik vind het altijd een beetje dubbel. Ik heb er natuurlijk een aantal jaren wel in gezeten. En laat ik vooropstellen, het was echt een veel leukere bijbaan dan krantenwijk hebben. Maar het is ook aan de andere kant wel echt een hele harde wereld. Eigenlijk is de modellenwereld mijn eerste aanraking geweest met het echte ondernemerschap. Want ik was mijn eigen bedrijf. Maar dat is ook meteen het lastige. Je bent je eigen bedrijf. En jouw look, dat is wat je verkoopt. En dat is ook waarop je wordt afgerekend als je dus niet verkoopt. Ik ben niet zomaar gestopt. Ik heb ook gewoon een studie. Ik kan gewoon een eigen bedrijf beginnen. Ik hoef niet per se dit te blijven doen. Ik had die keuze. Als ik puur zakelijk kijk, dan noem ik mijzelf een ondernemerscoach. En ik help ondernemers groeien in ideale klanten, winst en in vrijheid. Wanneer je ziet dat iemand heel erg succesvol wordt, alle mensen die aan de top staan, die moeten heel veel dingen doen, maar ook heel veel dingen laten. En wat je merkt is dat heel vaak daardoor succes en het geluk niet hand in hand gaan. Ik denk dat heel veel successen wel uiteindelijk gestoeld zijn op bepaalde trucjes dagelijks herhalen. Dat de meeste mensen die echt succesvol in iets zijn, die doen dagelijks wat anderen af en toe een keertje doen. Dus dat wil echt niet zeggen dat die anderen dus mis hebben, alleen die houden die focus daar niet op. Die blijven dat niet dag in, dag uit doen. Dus ik geloof heel erg voor alle mensen, en dat nogmaals, dat komt niet vanuit mijn eigen ervaring of die van mijn klanten, maar ook vanuit de wetenschap, dat iedereen is gebaat bij structuur. En je kan des te meer opbouwen wanneer je een bepaalde rustreinheid, regelmaat in je leven hebt. Dus ik denk dat het in business gewoon niet anders is. Ik heb een Excel en dat noem ik het aanvalsplan. En grappig genoeg werken al ondernemers die met mijn methodes werken, die werken met datzelfde plan. Eigenlijk heel saai, 365 dagen per jaar staan daarin. Nou, dit is dan zeg maar hoe ik mijn planning bijhoud, mijn aanvalsplan en waar ik ondernemers dus ook mee leer werken. En dan zie ik bijvoorbeeld in één oogopslag altijd mijn groene blokken. Dat zijn mijn gezinstijd, gele blokken zijn uitgeverij, bijvoorbeeld boekbesprekingen, interviews, dat soort dingen. Blauw is altijd contact met mijn ondernemers. Dus zo deel ik het eigenlijk in. Ik geloof heel erg dat een planning werkt. En mensen willen dat vaak niet horen, want het is ook een beetje vermoeiend. En het zou een creatief proces in de weg staan. Maar ik denk juist, als je altijd heel erg druk bent, heb je ook geen tijd meer om creatief te zijn. Want daar krijg je ook de ruimte niet voor. Dus daar zorgt een planning ook echt voor. Ik ga echt elke dag wandelen. Ik ben iemand die een vreselijke hekel heeft aan sporten. Echt, dat gaat nooit veranderen, denk ik. Dus toen dacht ik, dan neem ik maar een hond. Dan ga ik ook naar buiten en dan loop ik in ieder geval een stukje. Dus dat doe ik wel elke dag. Lekker even mijn hoofd leegmaken. Ik denk dat ik wel altijd iemand ben geweest die meer een goed luisterend oor had, weet je. En een goede vriendin. En altijd mensen goed kon steunen en motiveren. En weer positief omdenken. Dat is gewoon iets wat wel al in mijn natuur zat. Hey Bing, kom! De informatie die is overal. Als je kijkt naar boeken over succes of geluk of trainingsprogramma's, ja, ik bedoel, er zijn er legio, dus daar ben ik echt niet een unicum in. Alleen denk ik wel dat ik mijn eigen stijl heb. Een beetje wel dat nuchtere, no-nonsense, sarcastisch, heel praktisch. En ik denk wel dat ik weet hoe ik mensen kan motiveren en hoe ik mensen successen kan boeken en doelen kan laten behalen, wat die doelen dan ook zijn. Omdat ik op een bepaalde manier met ze communiceer. Het gaat er vooral om dat je 365 dagen per jaar de regie kan pakken over de dingen die op je pad komen. En of dat nu leuk is, dat je er echt van geniet. Of dingen die gewoon ronduit shit zijn en hoe je daar dan mee omgaat. En ik denk dat ik best wel happy ben en dat mensen dat goed constateren. Niet omdat mijn leven perfect is, maar omdat ik wel heel goed weet hoe ik om wil gaan met de dingen die op mijn pad komen. Het is heel erg belangrijk om voor jezelf de kaders te bepalen waarbinnen jij wilt ondernemen. En waarbinnen jij dus echt zegt, nou, tot zover maakt het mij ook echt gelukkig. En gaan geluk en succes voor mij hand in hand. Weet je, mensen zeggen wel altijd, oh jij met je looks, dat is makkelijk. Maar ik heb af en toe het idee dat ik twee keer zo hard moet lullen. En me moet laten gelden, omdat mensen denken, ja, komt er zo'n popje en die komt dan iets vertellen. Dus weet je, je kan soms ook betwisten of het altijd zo makkelijk is of dat het niet makkelijker is wanneer jij gewoon een man van een bepaalde leeftijd bent met een karakteristiek uiterlijk, mensen dan niet sneller naar je luisteren.